De belangrijkste waterstroom van de Republiek, de Suriname-rivier, vormt ook de scheidslijn tussen de stad Paramaribo en het district Kommewijnen. In Kommewijnen woont de grootste concentratie Javaanse Surinamers. Voor deze groep was het bezoek dat president Suharto van Indonesië eind oktober 1995 aan Suriname bracht, van extra belang. Ja, maar u staat hier op meneer Suharto te wachten? Natuurlijk, want hij is onsoort. Ja? Wat bedoelt u daar precies mee? Wel, we zijn ook uit de Indonesische afkomst. En we zijn trots op dat er een Indonesiër hier aan Suriname is gekomen. Ja. Daarom willen we hem hartelijk welkom hier. Ja, wat weet u nog precies van Indonesië? Indonesië is echt geïnteresseerd land geworden. Is echt, zijn echt naar voren gekomen als geïnteresseerd land. Dat Indonesië een geïndustrialiseerd land is, valt niet te ontkennen. Jakarta heeft 13 miljoen inwoners. Het feit dat naast een opbloeiende economie er ook 1 miljoen politieke gevangenen in Indonesië zijn, werkte niet verontrustend, maar vond zelfs bijval van deze enthousiaste Suharto-fan. We kunnen geen rebellen hebben. Ja? We moeten een goed leven hebben. Ja. Dus maar als het in Indonesië wel goed is, waarom is het in Suriname dan niet goed? De regime, tuurlijk. Ja? Ik begrijp het wel. De regime is niet goed. We willen vernieuwen hebben. Maar er zijn 1 miljoen mensen politiek gevangen in Indonesië. Wat vindt u daarvan? Dat zijn toch ook uw soort? Wel, er zijn 200 miljoen Indonesiërs. Ja. En al 1 miljoen. En dan mag je wel 1 miljoen in gevangenenkampen gooien? Als ze niet goed zijn, moeten ze anders worden allemaal besmet. Begrijp je? Ja. En wat dat betreft is Suharto wel goed? Voor mij wel. Voor ons. Daarom willen we hem hartelijk welkom bieden. Daarom. Ja. De mening van de passant was voor mij even dubieus als duidelijk. Het werd tijd om tussen de menigte Paul, alias Salam Somoharjo, leider van de Pendawalima, op te zoeken. Maar wat moet u nu in uw zak hebben, in uw portefeuille hebben, of in uw hoofd hebben, of in uw hand hebben, wanneer Suharto weggaat, waardoor u een tevreden gevoel krijgt? Wat is dat precies? Wat moet hij gedaan hebben? Wat moet hij gezegd hebben? Wat hij zo gezegd moet hebben is dat hij bereid is ons bij te staan. Bereid is ons de nodige training te geven. Bereid zal zijn om ons te leiden, te helpen. Om onze economie op te peppen. Zoals u weet, Indonesië is nu uitgestapt van de sawah naar de industrie. En Indonesië heeft alles. Indonesië is zelf bezig met het bouwen van vliegtuigen. Indonesië kan ons veel leren in de landbouw, in de tuinbouw, in de visserij. Wat wij zouden vragen, geen geld, hè, want ontwikkeling bestaat alleen in geld. Wat wij willen vragen is, leert ons vissen. Toen gebeurde iets dat de brave Pendawalima-stemmers en Suharto-fans onaangenaam verraste. Terwijl ze netjes opgesteld stonden op de kleine kombé om president Suharto hun groet te brengen, werd deze door de organisatie van het protocol via de Sommelsdijkse straat het hotel Torarica ingeleid. Het vergeefse wachten leidde tot woede en frustratie. Het op het laatste moment omgooien van de route werd uitgelegd als verraad. Meneer Somoharjo, meneer Suharto is compleet de andere kant uitgereden. Ja, wij vinden dat de regering meneer Suharto belazerd heeft om het volk die hem wil ontvangen niet te laten zien. En dat vinden wij een kwalijke zaak. Ja. Dit is een laffe daad van de regering en dat zullen wij niet zomaar accepteren. We zijn bijzonder blij dat de pers hier massaal aanwezig is. U voelt zich besodemieter? Niet ik besodemieter, de president voelt zich besodemieter, want de president wil graag het volk zien. Maar u voelt zich besodemieter? Ik voel me ook besodemieter door deze regering. Een laffe daad. En het volk hier is. Wat vindt u nou precies een laffe daad? Een laffe daad dat de regering die route gewijzigd heeft. Terwijl wij op de hoogte gesteld zijn dat de stoet hier zou komen. Langs deze weg waar wij opgesteld om de president te ontvangen. Bent u hier boos over? Nou, ik ben bijzonder teleurgesteld. Boos ben ik niet, maar teleurgesteld in die laffe daad van de regering. Er is niet in staat om de president de gelegenheid te geven zijn volk te laten zien. Hoofdverantwoordelijke van de regeringskant met betrekking tot het bezoek van Suharto was DNA-lid Kruisland. Kon hij zich de teleurstelling van Somoharjo voorstellen? Ja, ik kan me voorstellen als hij zich gehouden had aan de regels. Als hij er stond
zoals alle andere burgers die er stonden, zonder zijn politieke entiteit naar buiten te brengen, dan was er geen probleem. Ja. Maar we konden dat risico niet nemen en we gaan het ook niet nemen, want voor hetzelfde geld had je mensen van zijn tegenpartij en dan kan er een botsing ontstaan, een vechtpartij ontstaan en daar zijn we niet van gediend. Buiten Indonesië is Suriname het enige land waar de Indonesische cultuur zo prominent en levendig aanwezig is. Ik weet niet of het de 6 uur durende vlucht uit Amerika, de biefstuk van Torarica om 10 uur 's avonds, of de kleur van de stem van onze president Venetiaan was, maar onze hooggeëerde gasten uit Indonesië hadden stuk voor stuk enorme moeite om tijdens het staatsbanket hun ogen open te houden. Het was slechts de gedachte aan de schitterende voorstelling, in elkaar gezet door theaterregisseur Henk John, die de Indonesiërs ervan weerhield om met hun gezicht in het bord met eten te vallen. Heel slecht, ik kom wenen en ik kom
komen binnen vind ik wel een jammerlijke zaak, vooral de Javanen die hier in komen wenen wonen, die hier vanaf de contractanttijd in komen wenen verplaatst zijn om als contractarbeiders te zijn, die allemaal, ik weet of het opzettelijk is, als je naar de rechteroever gaat, dan is het helemaal geen leven meer, geen licht, geen weg, niks daar te vinden. Het leek wel alsof het een opzet, een macht aan iets opzettelijk deed om dan de mensen de plaats komen wij te doen verlaten. Als u Marienburg hier ziet, er zijn nu geruchten dat wanneer de mensen weggaan straks, dit hele komen wij, dit Marienburg verkaveld wordt. En dat vinden wij een pijnlijke zaak. Wat wij willen hebben is, we hebben het ook in onze partijprogramma vastgesteld, dus dat Marienburg herbouwd moet worden. Hoe het moet komen, in elk geval, meneer, dat is onze prioriteit, omdat wij weten dat Marienburg de ziel is van komen wij. En als de ziel weg is, dan wij het doen. Het budget van 70 miljoen Surinaamse guldens dat de staat aan het bezoek van Suharto uitgaf, staat in pijnlijk contrast met de dagelijkse realiteit van bepaalde plekken in het district Kommerwijnen. De dag na het staatsbanket vonden we het gezelschap van Suharto terug in het Javaans culturele centrum in de wijk Toetonne. Suharto en gezelschap waren onder het oog van de internationale pers weer fit. Ja. Zie je jezelf nog steeds als een Indonesische of zie je jezelf als een Surinamer? Nee, dus ik zie mezelf als Surinamer. Dat ook onze voorouders zijn. Vandaar, dus, maar ik voel mezelf Surinamer. Ja? En hoe belangrijk is dit dan? Als je zegt ik ben Surinamer en de president van Indonesië is hier, hoe belangrijk is dat voor jou? Nee, wel en hoe belangrijk. Ik hoop dat we hier komen met een goede. Nee, zeg het maar hoor. Je moet het dat gewoon in je eigen woord. Dat er iets goeds eruit komt. Heb je het gevoel dat hij ook een beetje jouw president is? Nee. Nee? Wie is jouw president? Felicia. Ja, Felicia is onze president. Wat is uw grootste angst over Suriname? Grootste angst. Wanneer ze Marienburg gaan sluiten, dan verdienen we onze broodjes ook niet meer hier. Zien we niet meer hier zitten ook. Mm-hmm. Dit is uw vrouw? Ja. En u woont hier in Marienburg en in Suriname uw hele leven, heb ik me laten vertellen? Ik ben hier geboren. Ja? Sinds 1932 ben ik hier geboren. En u heeft het dus zien gaan en zien komen? Ik heb het zien gaan en ik heb het zien komen. Tijdens de koloniale tijd van de Javanen had ik meegedaan zelf hier zo om Kokolampu te verdelen. Kokolampu's heeft u verdeeld? Ja. Kokolampu. Ja. Ik verdeelde Kokolampu. Ja. En de groep Javanen die naar deze kant is gekomen tijdens de migratie van hen. Het beste. Nu op de moment kennen we niet meer het beste. Voorheen wel, maar nu niet meer. Wat was dat dan, voorheen? Oh ja, bij de arbeiders, zoals wanneer ze reetkappers en zo. Dan kan je wel behoorlijk wat verdienen. Hè? Okay. Maar nu is het wel anders. Yeah. Omdat de hele plantage als het ware opgedoekt is. Yeah. Vindt u dat erg? Ik vind het wel erg. Yeah. Heel erg hoor zelfs. Nou, Suharto is gekomen, maar ik vind dat hij niet genoeg heeft gezien. Wat had hij dan nog meer moeten zien? Hij moest buiten gaan, onze bevolking te zien. Als hij zijn bevolking had gezien, dan zou het een prestatie van hemzelf zijn. Laten we zeggen, niet aan de kant van de politiek of wat, maar hij kon het levensomstandigheden zien. Laten we zeggen, Indonesië wil Suriname een beetje steunen op een of andere manier.
daar gaat het wel. Mm-hmm. Met zijn, ik bedoel, suikerindustrie om zo'n Marienburg weer op te draaien. Wee, is je school aan? Ja. Kwaan aan die? Ik ben aan het aanschrijven. La, je vrouw moet je niet zo. Ja! Vrouw doe je vrouw meneer. Lo, wat doe je meneer? Maar toen naar school aan, karopo, melaku of karopis? Karopis. Melaku, saya ini school aan pie, taat dat jopo, jel dat jopo. Enggak. Barang aan die? Barang aan jel dat jopo. Laku itu gak mau jawa, setelah belajar. Para sapa, sapa. Para sapa, sapa, sapa. Kajar-kajar ya? Malah kena mulai sekolah ini gitu, lang ini kan sopai. Berapa lama? Nah, orang mulai sekolah ngono. Kata cocok. Jawa. Nah, terus kuih ngomong cuman Jawa ngono. Iya. So, dungu ntar. De leefgemeenschap in Plantage Zoelen, althans dat wat er van over is, leeft goed geïntegreerd met elkaar. Al dan niet noodgedwongen leeft men van en met de natuurlijke hulpbronnen. Suharto verbleef tijdens zijn 3-daags staatsbezoek voornamelijk in het voor de gelegenheid opgekalefaterde Paramaribo. Kwade tongen in het hoofdstedelijke roddelcircuit beweerden dat Suharto's bezoek niet los te koppelen was van de houtkapactiviteiten van de Indonesische Musa-groep in de binnenlanden van Suriname. Daar weiger ik zelf te geloven, laat staan om iets ervan te horen. Wanneer men weet wat voor figuur is president Suharto, dan zeg ik, het is een internationale figuur. Voorzitter van de NAM, medeoprichter van de NAM. En ik geloof niet dat president Suharto een belang van een maatschappij die toevallig in Indonesië is gevestigd, hier zou komen behartigen. Er is ook gezegd, voordat hij die vraag stelt, dat president Suharto hier zou komen om alle 3 politieke partijen en met name de PPRS, de KTP en de PNAI bij elkaar zijn. Dat is helemaal niet waar, omdat ik daarover ook geen uitnodiging heb gehad. Staatsbezoeken hebben als nevenfunctie het bewerkstelligen of onderhouden van relaties op diplomatiek niveau. Heeft het bezoek van Suharto ook nog iets concreets opgeleverd voor Suriname? Opleveren in de zin van dat er een uitbreiding heeft plaatsgehad met betrekking tot het samenwerkingsverband tussen Suriname en de Republiek Indonesië. Wanneer u bedoelt van zoveel miljard of zoveel miljoen dollar dan de rupia, daar moeten we zelf aan onszelf kijken hoe wij dat zouden moeten vergaren. Feit is dat dit bezoek duidelijk aantoont dat Suriname niet meer geïsoleerd is. Zelf in het Verre Oosten heeft Suriname toegang. En dat is vanaf een periode van 5 jaar, 10 jaar geleden het isolement van Suriname doorbroken. Meneer Sumita, de Surinaamse politiek is nogal geënt op etniciteit. Is het ooit denkbaar dat er daar verandering in komt? Ik bedoel dat mensen op partijpolitieke ideologieën gaan stemmen in plaats van op hun Javaanse of hun Hindustaanse of hun Creoolse leider? We zijn al een aantal jaren ermee bezig, alleen moet de natuurwet meewerken. We hebben ons eigen programma bij elke samenwerking met andere niet-Javaanse partijen, laat me het zo zeggen, stellen we ook voorwaarden. Voorwaarden die vervat zijn in ons partijprogramma. Dus het geprogrammeerd in een partijprogramma dat we erin ingaan, is vanaf al een aantal jaren gebeurd. Ja. Is het denkbaar dat, dat er straks bij de komende verkiezingen anderen dan Javanen bij u als lijsttrekker op de lijst staan? Ik mag u zeggen dat tot op dit moment de leiding van de KTP bestaat uit verschillende groepen. We hebben Hindustanen, we hebben Kriolen, we hebben ook Javanen van Suriname. Surinaamse Javanen. En ik denk dat zelf vrouwen op onze kandidatenlijst voorkomen. Ja. En jongeren op onze kandidatenlijst voorkomen, maar ook niet Javanen. Ja, ja. Het is goed dat u het woord jongeren laat vallen. Want wat hebben jongeren eigenlijk aan u als politiek leider? Want u bent al een tijd bezig. De meeste intellectuelen onder de jongeren van Javanse komaf behoort. Dat heeft zich aangedreven geleden van de KTP, de intellectuele academici.
De wijze waarop ik mij profileer bij de jongeren om die overdracht zo snel mogelijk te doen. De wijze hoe de discussie plaatsvindt tussen mijn generatie en de komende generatie, denk ik dat de jongeren het vertrouwen in mijn generatie. Dat betekent niet dat die overdracht niet zal plaatsvinden. De overdracht van de politieke overdracht binnen de partij zal heel spoedig plaatsvinden wanneer zij zelf te kunnen geven. Ik ben standby. Ik ben ready om het over te nemen. Wie komt er dan in uw plaats? Jongeren. Tommy. Het is een verdomd grote zaak die je hier hebt opgebouwd. Ja. Hij is helemaal van jou, deze winkel? Ja, van mij. Hoe lang heb je erover gedaan om dit op te bouwen? Nou, om dit op te bouwen heb ik zeker zo'n 12 tot 13 jaar nodig. En naar hard werken en eigen vertrouwen, eigen kunnen, is dit dan tot stand gekomen. Ja, je bent een jongen van eenvoudige komaf, hè? Moet wel, want ik moet eerlijk toegeven, ik kom zelf van Saramaka. En dat is een dorpje in Groningen. Dus, en daar ben ik nu. Ja? Ja, daar ben ik vandaan. Met hoeveel waren jullie thuis? We zitten met ons achter. 4 jongens en 4 meisjes. Ja? En je was arm, ooit een keer? Nou, ik was altijd arm geweest en nog steeds ben ik arm. Maar hoeveel geld heb je nou op je bankrekening staan? Nu op dit moment heb ik niets wat ik heb. Heb ik allemaal hierin gegooid. En dit bedrijf is goed voor? Nou, dat zal wel van onze accountant moeten afhangen. Om de juiste. Nou, om en nabij, hoeveel is het? Nou, ik dacht zo bij de 300 miljoen. Is je althans verzekerd, dus het zal wel in die buurt moeten zitten. Dit bedrijf is 300 miljoen Surinaamse gulden, zwaar? Ja. Oké, kan iedereen dit, kan iedere Surinamer dit opbouwen? Voor zover ze dus hun best willen doen en hard willen werken, dan gaat het wel lukken, ja. Zit hier enig vuil kapitaal in? Ik bedoel, drugsgeld of zo? Nee, dat doen wij niet. Nee, als het zo zou zijn, zou je het ook niet zeggen, denk ik? Niet zeggen, nou, ik kijk, voor zulke dingen spelen we hier mee. Want anders is het voor niemand al. Ik bedoel, je gaat jezelf toch niet voor zo'n zaak dan zich gaan uitlaten of gaan bemoeien met zulke dingen. Nou, je hebt gewoon keihard gewerkt om dit op te bouwen. Dat klopt. En je komt uit de Javaanse samenleving in Suriname. Ja. Dat zijn per definitie niet mensen waarvan gedacht wordt dat ze zulke zaken kunnen opbouwen. Nou, het is geen toeval. Ik zeg het altijd, als de anderen het kunnen, waarom zou de Javaan dat niet kunnen? Het zou toch wel moeten lukken. Ben jij nou een voorbeeldfunctie voor de Javaanse bevolking? Nou, voorbeeld zal ik maar zelf niet gaan beslissen. Dat zal de anderen zelf moeten beslissen of waarderen. Wat is dit? Dit is onze werkplaats waar de rijwielen worden geassembleerd en eventueel voor reparatie van onze cliënten. Die worden allemaal hier gedaan. Ben je trots hierop? Jazeker. Ja, dit is jouw imperium. Het is mijn wens geweest om zulke zaak op te zetten, gelet op de ervaring die ik naast de vrede heb en dat ik op deze wijze toch mijn bijdrage kan leveren voor de totale Surinaamse gemeenschap. Hoeveel mensen werken in je bedrijf? 22. En zijn het allemaal Javanen die in je bedrijf werken? Dat klopt. U legt de nadruk op Javanen. Het zijn Surinamers, om even duidelijk te stellen. Maar vanwege het feit, vanwege de werkwijze hoe ze allemaal doen, ben ik best tevreden. En u ziet het ook aan de verschillende grote handelshuizen, dat ze ook gretig de groep Surinamers, in dit geval de Japanen, gebruik van maken. Als er morgen hier nou een Hindoestaan komt, mag ik ook of een Indiaan,
voor zover hij aan onze eisen of aan mijn eisen kan voldoen van het bedrijf, daar heb ik geen moeite mee. Betekent dat dat er tot zover geen enkele Indiaan of Creool geweest is die aan uw eisen voldeed? Nou, tot de dag van vandaag hebben geen ene gesolliciteerd. Dus ik neem aan dat ze geen interesse ervoor hebben. Maar als ze zouden solliciteren, zou u ze gewoon... Voor zover ze wel aan de normen en de eisen van onze werk hier kan presenteren, ja. Hoe staat het met de Javaanse bevolking in Suriname op dit moment? Nou, persoonlijk vind ik dat de Javaan toch niet slecht heeft gedaan. Maar er is toch een achterstand ten opzichte van andere Surinamers. Ze moeten dus nou eigenlijk een betere informatie krijgen om ook diep in de zaken willen te gaan en veel moed te geven om tot een grotere prestatie te komen. Het beeld van de Javaan met riet, met suikerriet en zakjes chamin, dat is afgelopen. Dat waren voor onze voorouders geweest en nu moeten wij dus ook gebruik maken met wat we allemaal op school leren en een bijdrage te leveren voor Suriname. Ben je in eerste instantie Javaan of ben je in eerste instantie Suriname? Ik ben Suriname, van Javaanse afkomst. Metaforisch niveau lijkt in mijn gevoel de afstand tussen Jakarta en Paramaribo dezelfde als die tussen de rijwielzaak van Tommy Raji en Plantage Soelen. Ver, maar te overbruggen.